Goedemorgen allemaal, zaterdag 16 juli. Het weer valt een klein beetje tegen op dit moment. Ik had wat meer zon verwacht. Het waait een beetje, maar we zijn weer op pad. Je ziet hier de landerijen rondom de gemeente Dronten. In de verte een boerderij met koeien en daarachter staan wij op de camping. En we zijn weer wat geocaches aan het verzamelen. En je hebt hem gevonden. Nou, geweldig. En gelogd ook meteen, hè? We fietsen zo meteen rechtdoor. We komen langs het AZC, het asielzoekerscentrum in Dronten. En daarna gaan we richting Ketelhaven. Ik moest even nadenken. Ketelhaven. En dan weer richting Dronten en weer terug. We zijn onderweg om de kiekendief te cachen. En je ziet het, rondom Dronten is niet alleen maar boerenland, het is ook bos. Maar we zijn hier aangekomen bij de derde cache. En die gaan we even zoeken. In de verte Roggebotsluis, de weg naar Kampen en Dronten, links naar Kampen toe. Ze zijn bezig met een nieuwe brug aan het bouwen, een nieuwe weg, die ook wat hoger ligt. Zodat er wat meer bootjes en wat makkelijker erheen kunnen, denk ik. Naar rechts ga je richting Harderwijk. En naar links ga je richting Urk. En het is hier altijd wel druk met bootjes. Aan de overkant is al de gemeente Kampen. En we komen bij de sluis vandaan en we gaan weer terug het bos in. We gaan weer naar de volgende cache. Het is hier druk met hardlopers. Hallo. Hallo. En nog. En we zijn alweer te ver. Dus we moeten even weer een stukje terug. Nog een bot zand. Het is een best nog een groot bos. Fietsen, wandelen, mountainbiken. Mountainbiken paden hebben we ook al gezien. Dus het bord. Hier, Roggebotsluis, waar we in het begin al gefilmd hebben. En het loopt bijna tot aan Ketelhaven. Leuk bos. Bankjes, aantal al gezien. Hier een parkeerplaats waar je met de auto kunt parkeren. Marcel is weer aan het zoeken. Is die niet zo fijn? Nee. Allemaal prikkels. Hij is het bos weer ingedoken. Heb je hem al? Nee. Nee? Dat is wel erg. Misschien zit je ook helemaal niet goed. Nee. Jij stuurt hier in. Nee. Ik stuurde je daar niet in. Dat deed je zelf. Het was alleen boom 1,50 meter hoog. En jij opperde dat het alleen deze boom kon zijn. Ja, zijn er nog meer bomen dan? Nou, kleine boompjes aan de andere kant. Ah, daar is die weer. Nee? Nee. Het zijn allemaal doornen. In daar, die boom. Welke?
Ja, 1,50 meter hoog, dat kan niet. Wordt vervolgd. En daar komt hij voor de tweede keer. Een stukje stekels in die boom. Het bos uit. Niet gevonden. We rijden nu langs. Het is de Vossenmeerdijk. De Vossenmeerdijk is dit. Richting Ketelhaven. En we rijden nu richting Ketelhaven. En wat is er in Ketelhaven? Nou, daar zijn we getrouwd. Oh, daar zijn wij getrouwd. Over 2 weken, 3 weken, 3 weken, 20 jaar geleden. Dus we gaan daar wel even kijken ook, hè? En even een boterhammetje eten. Toch? Ja. Ik krijg wel een beetje trek. Zoals Ramona al vertelde, Lands End, onze trouwlocatie 20 jaar geleden. Restaurant, tegenwoordig permanent gesloten. Jammer, want een ontzettend mooie locatie. Waarom hier? Nou ja, het gemeentehuis van de gemeente Dronten werd verbouwd. En we konden kiezen. En een van de trouwlocaties die beschikbaar was, was Lands End. Je zit hier natuurlijk prachtig, hè? Als je hier buiten zit. Dan... heb je schitterend uitzicht over het water. Er wordt wel wat geklust. Maar het is jammer als het inderdaad permanent gesloten is. Hier de jachthaven. Aan de andere kant is een jachthaven te vinden. Het maakt behoorlijk. Maar het is op zich best wel lekker weer. Als het zonnetje schijnt, zodra het zonnetje weg is, dan wordt het toch wel frisjes. In de verte het gemaal. Maar dan komen we zo nog wel even langs de brug staat open, dus daar gaan we bootjes doorheen, door de sluis. We zijn bij de Ketelsluis. Bootjes die de polder uitgaan. Die liggen te wachten totdat hij op mooie hoogte is. Ik loop even naar de andere kant. Want dat is de polder in. En het is een heel hoogteverschil hoor. Dat zijn wel een heleboel metertjes. Ik hoor aan de andere kant de piep gaan. En dat wil zeggen dat de sluisdeuren open gaan.
boot uit Spakenburg. Een boot uit Uelsen, nooit van gehoord. En dan wat plattere boot aan de voorkant van de sluis. En we wachten even totdat de eerste eruit vaart. Naast de sluis ligt het gemaal Colijn. Ik zal zo nog even kijken of we daar nog even naar binnen kunnen kijken. Ik ben bang van niet. Ik las vanmorgen dat daar drie pompen in staan die 500 kuub per minuut volgens mij naar buiten pompen. Of naar binnen, het is net hoe je het wil. Nou, daar gaat de eerste. Stoplicht op groen. En dan loop ik ondertussen even naar het gemaal. Nou, er valt niks te zien. Er zit een hek voor. De rest kun je niet echt naar binnen kijken. Er zit wel een groot raam en dan zie ik ook wel daarachter een van de pompen. Maar ik mag niet het hek over, dus ik kan er ook niet echt dichtbij komen. Dus dan zien we daar weer een hele hoop water de polder in gepompt worden. Ik had al gelezen dat ze wat extra water de polder in gingen pompen vanwege het droge weer. En dat gaat dan via de hoge vaart de polder in, zodat het een beetje op peil blijft. Dat is wel het mooie van een polder, dat je dat kunt reguleren. Aflaatwerk Hanzetocht. Dat is een klein hoogteverschilletje om het water door te laten lopen. Het is een klep die met een ketting rond kan draaien, zodat eventueel het water aan de andere kant wat hoger komt te staan. Het gebeurt allemaal op afstand. Ja, geocache brengt je op plekken waar je nooit zou komen. Zo komen we hier op een mooie heuvel uit. Waar er ook nog eentje moet liggen. Kom even naar boven. Daar heb je een prachtig uitzicht. Net al boven geweest, maar ja, de camera vergeten. Op de achtergrond een trein. Het is een fietspad langs de treinbaan en een mooi pad, het is veel door bossen. Uitkijkheuvel en je kijkt hier inderdaad mooi over de omgeving heen. Beneden aardappels.
Boven ook nog een bankje. Maar daar gaan wij niet zitten. Er is er beneden ook nog één. En dan gaan we even een bakje koffie doen. Voor het eerst buiten eten. We hebben de bakplaat gepakt. In dit geval zou ik kunnen barbecuen. Maar we gaan het eens een keer met de bakplaat proberen. Het ziet er goed uit. Ik heb ook honger. Het is ondertussen 6 uur denk ik. Bijna 40 kilometer gefietst vandaag. Mooi rondje. Al met al toch nog redelijk weer gehad. En je ziet het, s'avonds klaart het lekker op. We zitten lekker in het zonnetje. Camping is niet zo vol en dat is op zich ook wel zo prettig. Kijken, 1, 2, 3, 4, 5 caravans. Grote tent is weg. Hier nog de campers in het hoekje. We gaan eten. Eet smakelijk, hè? Ja. Gisteren had ik gezegd dat de dieren niet gevoerd werden. De beheerder was weg, maar vandaag worden ze wel gevoerd. Dus we gaan even kijken. Je hoort wel eens van die beesten die pas eens gaan aan de vacht. Maar... wat hier allemaal is. Eens kijken. Een hoop kinderen en een hoop konijnen. Deze zijn eigenlijk weer niet. Ik heb hier ook olifanten. En dit zijn de nieuwe kuikentjes. Omdat de kippen opgegeten waren door de vos, hebben ze de kuikens uitgebroed. Waar ze die dan vandaan hebben, dat weet ik niet. Maar kijk eens hoe schattig. Dat worden de nieuwe kippen. En een cavia. Kijk eens wat een grote. Nou, dat was een drukte van je welste daarbinnen. Een hoop kinderen. Dus ik loop weer terug. Marcel zit nog. Dutjes en Queenie die staan ook te wachten. Die Dutje staat te kijken. Die denkt ook, waar ben jij nou naartoe in Ene? We waren nog niet klaar met eten. Toen kwam de beheerder. Want die waren er natuurlijk niet. Die waren vandaag teruggekomen. En we moesten nog even betalen. Nou, was leuk hoor. Ja. Kuikentjes, konijnen en een cavia. Het varken heb ik niet gezien. Het ligt achter van dat gebouw. Oh. Gisteren zien liggen. Oh, nou ja, ik vind een varken niet zo spannend. Dus ik ga weer verder met eten. Ik was nog niet klaar. Voor de eerste keer gaan wij fietsknopenpunttocht doen. Amai, fietsknopenpunttocht doen. Dat is een goed woord voor de Scrabble, denk ik. een tocht van 20 kilometertjes, dat moet normaal lukken. Gedeeld door het bos, gedeeld door een dorpje. Dus we gaan wel zien wat er gaat. De herden ook, hè, heb ik gezien precies op de kaart.